Maar heb je, dat was toen ook al met voor de jury eerst optreden, ja, bij jullie? Ja? Ja, is dat eng of niet? Nou, dat is vooral memorabel bij ons geweest. Want? Nou ja, je gaat je toch al... ik durf ik het zeggen? Nee, maar, ja, tuurlijk. Zeg het. Begin jij maar. Nee, wij stonden net, we waren aan het opgaan, zeg maar. Je staat klaar en het is toch wel een beetje een nerveuze bedoeling. En op een gegeven moment staan wij naast elkaar en we waren allebei wat te drinken in ons hand. Het enige wat ik tegen hem kon zeggen is... Boom, ik zit 25 jaar in dit vak. Alles gedaan, alle stadions, alle toestanden. Doe ik nog mee aan een talentenjacht. Wat dat is het. Maar, ik zag een paniek in zijn ogen. Ja. Maar echt een paniek in zijn ogen. In het lampjes pakken. En hij zegt tegen mij... Ik doe gewoon mee aan een talentenjacht. Ja. Like, ik was de oudste ook. Ik was aan het einde opa. En deed het pakken toen nog wel of niet? Toen nog wel. Ja, bij de generalen wel. Ja, toen ben je erin gaan zitten. Toen... Ja. Nou, je zit bij jou op die foto. En kijk dan, op die ene foto, die hebben wij nooit gezien. Ja. Aan de rechterkant zie je dat je linkerpijp, dat daar al de lampjes zien. Ja, lullig is dat. Daar zijn de lampjes al gepopt. Het was trouwens wel de keer dat ik er niet bij was. Ja, dat was het liedje heette Shine, hè? Dat was geen Shine van kans. En, maar je hebt wel heel goed je best gedaan. Maar het liedje aan zich was niet slecht. Leuk. Alleen, je zou bijna denken dat die twee iets vollere dames eigenlijk de hoofdact zijn. Nou, zullen we het nu maar eerlijk vertellen? Die linker dame met die blonde pruik, dat is Gerard. Ja, ik heb ervan genoten, hoor.